Bon genoeg. Dit is Waskracht Leed. Nu de pleuris in Israël wederom is uitgebroken, is de man with a mission wellicht des te meer van nodig. Geïnspireerd door Jesaja hoofdstuk 28 vers 16 en 17. Zie, ik leg in Zion een steen ten grondslag, streeft Frank Laufer al 30 jaar naar wereldvrede. En daar is niets lachwekkends aan. KPN Telecom 118. Moet je binnen 3 seconden en dan stotteren, zeg hij. Dat is moeilijk. Spreek naar de piep, naam, woonplaats en eventueel adres in van degene die u zoekt. Mag ik in Amsterdam op de Jan van Eigenstraat het nummer van de Joodse synagoge? Oh, wacht even, nee. Het was niet de Van Eigenstraat. Het was de Gerrit van de Veenstraat. Foutje. Nou, hoort niks. Mooi goochen, nog maar eens proberen. Welke narigheid. Nou, dit is erg behelpen. Dat moet nog ergens aan vast. Weet jij niet? Geen auto met een trekhaard hier? Nee, jammer. Oh ja, toch. Zou dat mogen? Mag niet, hè? Mag toch niet een boot en een auto gaan overhangen? Nee, dat kan niet, hoor. Nou? Oké. Dit is je werk. Nou ja, het is een werk, maar dit werkje, ik heb nou eigenlijk mijn hele bergingsboot en mijn spullen niet bij me, dus ik moet. Ik ben met een heel klein pompje, met een soort aquariumpompje, ben ik bezig een boot te bergen. En als je nu weer naar het bootje kijkt, zie je dat het pijl al iets gedaald is door het pompje. En dat hij al iets hoger boven water. Kijk, binnen staat het water al iets lager. En het pompje is heel braaf bezig met pompen. Dus dat traaltje komt er daaruit. En als we nou met een uurtje terugkomen, dan drijft het ding. Dit is wel een makkelijke klusje. Dit is een hele makkelijke, want dit ding dat beweegt niks. Maar het is ook heel makkelijk om de religieuze leiders in Nederland op te bellen en bij elkaar te krijgen. En vragen of ze op mensenrechten willen samenkomen. Dat is niet veel moeilijker als dit hier. Hou mijn glas even kamer, meneer. Ja, dat moet ook. We zijn nou de beelden al aan het maken die er straks doorheen moeten. Goed, hè? Zeker. Als je hier toch mens bent en je woont op een aarde en je ziet al die verdeeldheid, dan is het toch best leuk om het allergrootste avontuur van de aarde wat je maar kan hebben, om dat te gaan bedenken en je daar eens in te verdiepen. He, want je bestaat maar even. En wat zal ik me verder druk maken om andere dingen? Als ik zoiets leuks kan bedenken, omdat niemand anders het nog bedacht heeft. En dan vind ik dat je gewoon aan Joden en Christenen en Moslims kunt vragen om samen een mensenrechtensteen neer te leggen. En dat wil ik ze best even vragen om te starten hier in Nederland of hier in Amsterdam. En als ze het een leuk idee vinden, ja, dan is dat prima. En dan kunnen we ermee naar andere religieleiders in Europa en buiten Europa. En
als die steen nog dan gelegd wordt, nou, dan heb ik toch een aardig. Heb ik toch een aardige boot boven water gepompt, zou ik zeggen. Hoeveel krijg je nou voor zo'n klus? Hier helemaal niks voor. Maar dat onderste bootje, ik dacht dat het heel makkelijk was. Dus ik had gezegd, nou betaal me 100 piek. Of tenminste, die meneer had 100 piek aangeboden. Toen zei ik, ja oké, prima. Jij wist nog niet dat er twee boten bovenop lagen? En hij had die er niet bij verteld. Nee, heeft u helemaal niet. Nee, heeft u helemaal niet. Nee, ik ben niet beledigd. Nee, ik ben... Oh, sorry, ja. In de eerste plaats zijn de meeste mensen die me bellen, die vragen of ze ongelegen komen. Maar die beginnen niet meteen een heel verhaal. Ik bedoel, dat is toch niet onredelijk wat ik nu zeg? Nee, maar dat heeft u mij ook niet horen beweren. Ik vind het... Ik ben meteen begonnen met een heel lang verhaal. U hebt helemaal niks gezegd. Ja, maar ik ben al heel blij dat u mij überhaupt... toestaat tegen u te praten, maar ik wou alleen maar zeggen dat het bij elkaar brengen van wereldgodsdiensten op mensenrechten... Lijkt mij buitengewoon belangrijk. Ja. Oké. Okay. Ja? Fijn, nou dan bel ik u later nog dan. Oké. Hartelijk dank. Ik niet op zondag. Nee, ja, maar neemt u mij alsjeblieft niet kwalijk dat ik toch even gestoord heb. Oké, dank u wel. Ja? Dag meneer Van Heuvel. Ik wou het nummer van de deken van Amsterdam, oftewel het dekenaat in Amsterdam. Een ogenblik geduld alstublieft. Het nummer wordt voor u gezocht. Nou, dat is mooi. Dat is prachtig. Goedemorgen, met Stan. Ja, dag meneer Stan, met Frank Lauffer spreekt u. Ik heb eens een hele tijd geleden met u gesproken, een paar jaar geleden geloof ik. Ja. Over het samenbrengen van religies op mensenrechten. En om dat in Jeruzalem te doen. En dan hoorde ik u vorige week, of twee weken daarvoor, op radio, bij Kruispunt van de KRO. En het leuke is dat men de rabbijn daar, meneer Evers, het er ook over had om de religies in Jeruzalem samen te brengen. Ik heb het op een voice recordertje. We willen het u nog het meest saillante detail u nog heel even laten horen, als dat mag. Dat komt hier. Nou, dat vind ik toch wel een heel sterk taaltje eigenlijk. Maar ik zou het zo fantastisch vinden om daar nog even met u en met meneer, met de rabbijnen en de imamen die willen, daarover te praten. En ik denk dat Karagül dat wil en dat Hamza Zaid dat wil en Zoetendorp het wil en Evers het ook wil. En dan heb ik nog een vriendin die een goede... relatie is van bisschop van Luin in Rotterdam. En... Kijk, bisschop van Luin vind ik natuurlijk een uitstekend iemand, want die zit namelijk in de bisschoppenconferentie voor de Joodse betrekkingen. Oh, dat wist ik helemaal niet. Dus ik vind als er iemand wat moet zeggen, meer dan ik, vind ik hem de aangewezen persoon. Mooi. Hier zit ik heeft hij contacten, ik zit zelf in de Katholieke Raad van Israël. En we hebben dus een aantal contacten. Ja, dat is natuurlijk ontzettend mooi. We hebben er zo even over gepraat.